Een heel goede avond. Overal ter wereld zagen we gebouwen in blauw en geel vanavond uit solidariteit met Oekraïne. Morgen is het 1 jaar geleden dat Rusland de oorlog begon. Ter zake sprak met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg over die oorlog. En volgens hem is er niet meteen zicht op vrede. En Xink speelt vanavond voor een uitverkochte AB 20 jaar na hun hit De Vriendschapsband. Over enkele uren is het precies 1 jaar geleden dat Rusland de wereld met verstomming sloeg en buurland Oekraïne binnenviel. De nacht van 23 op 24 februari 2022 ging zo de geschiedenisboeken in als het begin van een nieuwe oorlog op Europees grondgebied. En daar wordt op verschillende plaatsen in Europa vanavond bij stilgestaan. Rond 6:30 vanavond werd de Eiffeltoren in Parijs verlicht in geel-blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag. De burgemeester van Parijs sprak haar steun uit voor Oekraïne. We zijn reunis ce soir ici pour dire une fois de plus notre soutien à l'Ukraine. Notre soutien face à cette agression. Dans cette guerre, il y a un agresseur et il y a un agressé. L'agresseur, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Il faut nommer les choses, nous les nommons depuis le début. Op Trafalgar Square in Londen is een waken gehouden voor de slachtoffers van de oorlog. Tomorrow is the anniversary of the full-scale invasion of Russia into my country. That's why I thought that I can't just stay home. And tomorrow I'll also go to the embassy of Russian Federation, yeah, to stay there to protest because it's necessary for Ukrainians to be heard. Ook de gebouwen van de Europese Unie in Brussel werden geel-blauw verlicht. In Rusland zelf zijn er geen herdenkingsmomenten voor die oorlog in Oekraïne. Het land noemt dat conflict trouwens nog altijd een speciale militaire operatie. Toch was er vanavond veel vuurwerk te zien in onder andere de hoofdstad Moskou. De Russische troepen worden er in de bloemetjes gezet op de feestdag van de verdedigers van het vaderland. President Poetin heeft tijdens zijn toespraak gezegd dat hij het nucleaire wapenarsenaal van Rusland nu verder wil uitbouwen. 2 dagen geleden kondigde hij nog aan dat Rusland uit een nucleair ontwapeningsverdrag met de Amerikanen treedt. En ook op de algemene vergadering van de VN in New York staat die oorlog in Oekraïne hoog op de agenda vandaag. Daar is zojuist een resolutie gestemd die een rechtvaardige en duurzame vrede eist voor Oekraïne. De overgrote meerderheid van de lidstaten hebben die resolutie ook goedgekeurd. China heeft zich onthouden. De VN roept met de resolutie op tot een onmiddellijk staakt het vuren en benadrukt dat oorlogsmisdaden niet ongestraft kunnen blijven. Natuurlijk denken wij dat dit Rusland opnieuw een belangrijk diplomatiek signaal zal geven dat de internationale gemeenschap niet akkoord gaat met hun agressie en hen duidelijk oproept om zich terug te trekken. En vrede houdt dat ook in dat de Krim wordt teruggegeven door Rusland? De resolutie verwijst naar de territoriale integriteit van Oekraïne en volgens internationaal recht is het Krim van Oekraïne. Ja, en voor ons daaraan die hoofdzitter van de VN in New York, onze man Björn Soenes. Björn, die resolutie is goedgekeurd met een grote meerderheid, maar bijvoorbeeld China heeft zich onthouden. Is dat nu een verrassing? Dat is geen verrassing, Riyad. Dat was de vorige keer ook al zo bij de vorige resolutie die hier goedgekeurd werd. De vorige keer was ze goedgekeurd met 143 lidstaten van de VN, nu 141. Dus twee landen hebben zich meer tegen de resolutie verzet, onder meer Nicaragua en Mali. Maar de coalitie tegen Rusland blijft overeind, ook al zijn er kleine barsjes die vertoond worden in die resolutie. Bijvoorbeeld landen die zeggen, kijk, we zijn tegen de agressie van Rusland, maar het Westen is zeer selectief in zijn verontwaardiging, zijn morele verontwaardiging, komt soms arrogant over. Waar zijn ze als het gaat over conflicten als Palestina, conflicten als de oorlog in Congo of de oorlog in Ethiopië? Dus vandaar dat er vele landen zijn, 32 die zich hebben onthouden, en 7 die tegen hebben gestemd. Oké, maar er zijn nog altijd meer dan 140 landen die hebben voorgestemd. Dan is de vraag, Björn, zoveel landen, gaat dat eigenlijk iets veranderen op het terrein, zeg maar?
Op dit ogenblik zeker niet. De oorlog gaat onverminderd voort. Er worden zelfs nieuwe offensieven gelanceerd. Rusland zei zelfs, kijk, de VN wordt hier gebruikt als een soort dekmantel voor het, wat zij noemen, militarisme van het Westen door de grote hoeveelheden wapens die richting Oekraïne gaan. Dus of Rusland nu door deze resolutie zal bewogen worden om plots naar de onderhandelingstafel te komen, dat is een open vraag. Maar de VN is natuurlijk in het leven geroepen om de territoriale integriteit van zijn lidstaten te beschermen volgens het VN-handvest. En de VN moest dus een signaal geven. Er is lang onderhandeld over die resolutie. Het is soms gevoelige taal die wordt gehanteerd. En kijk, ze zijn er toch in geslaagd om 140 van de 180 lidstaten van de VN te bewegen tot steun en een signaal aan Rusland. U moet ermee ophouden, u moet Oekraïne verlaten en onmiddellijk de vijandelijkheden stopzetten. Oké, dat is een heel duidelijk signaal daar vanuit New York en ook een heel duidelijke uitleg alweer. Dankjewel, Björn Soenes, voor het verslag daar. En of Rusland inderdaad die eis van de VN voor vrede ter harte zal nemen, je hoorde Björn het al zeggen, dat is nog maar de vraag. Hè? En volgens secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zijn er ook absoluut geen aanwijzingen dat president Vladimir Poetin klaar is voor vrede. Wanneer de oorlog eindigt, moet de Europese veiligheid ook gegarandeerd worden. Dat zei hij in een interview bij onze collega's van Ter Zake vanavond. Wars are by nature unpredictable, but what we do know is that when the war ends, we need to ensure that history doesn't repeat itself. So we need to break this cycle of Russian aggression to prevent, stop Russia from chipping away at European security. And therefore, we need to ensure that Ukraine is in a position to be able to deter any further aggression against Ukraine. Ja, tot daar het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Iets helemaal anders dan. Het parket van Leuven bevestigt dat er vorige week een jongen van 16 jaar is opgepakt omdat hij plannen had om een terroristische aanslag te plegen. De tiener is deze week voor de jeugdrechter verschenen. Die heeft hem voorlopig niet naar een gesloten instelling gestuurd, maar legde hem wel strikte voorwaarden op. De jongen zou van plan zijn geweest om zelf een bom te maken. Hij had daarover ook al gesproken met een leeftijdsgenoot. De zaak wordt nu verder onderzocht. En voormalig parlementslid en oprichter van de extreemrechtse groepering Schild en Vrienden, Dries van Langenhoven, moet ook voor negationisme voor de rechter komen. Dat heeft de Gentse Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Van Langenhoven moest al terecht staan voor het aanzetten tot haat en geweld en ook voor inbreuken op de wapenwetgeving. Maar de Liga van de Mensenrechten en oud-magistraat Henri Heijmans die wilde dat hij ook vervolgd zou worden voor het verspreiden van spotprenten over de Holocaust. De Kamer van in beschuldigingstelling is hen daarin nu dus gevolgd. We hebben voorgehouden dat, zelfs al heeft hij zichzelf niet gepost, die berichten, doordat hij de chatgroepen opgericht en begeerd heeft enzovoort, en aan de zijlijn eigenlijk staan supporteren heeft, dat hij daardoor minstens mededader is aan die berichten. Dat is ons standpunt geweest. Maar dus men heeft in ieder geval het voldoende gevonden om hem naar de correctionele rechtbank daarvoor te verwijzen. Voor mij gaat het over negationisme. En vonden wij dat de belangrijkste pion eigenlijk de dans ontsprongen was. Wie deze dagen tomaten of paprika op zijn bord wil, die zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Je betaalt daar duidelijk meer voor. Er is volgens de Boerenbond op dit moment inderdaad een tekort aan onder andere tomaten. Maar dat is maar tijdelijk, want vanaf mei komen er nieuwe tomaten van Vlaamse en buitenlandse telers op de markt. En dan zullen de prijzen opnieuw dalen. Als alternatief kan je best eens wintergroenten zoals kolen op tafel zetten. Welkom ten huize van Elise, cursusleider koken en receptenontwikkelaar voor Ferm. Dat is de opvolger van de Boerinnenbond van het befaamde kookboek. Aan haar de uitdaging om wintergroenten zoals kolen en spruitjes aanvaardbaar te maken. Haar oplossing is simpel, ze vermomt ze en maakt ze hip. Ik heb chips van boerenkool staan. Ik heb witte kool geroosterd om daar een pasta carbonara mee te maken. Ik heb pasta gekookt om daar een pesto bij te serveren van boerenkool. En ik heb spruitjes klaar liggen om een pita te maken met een salade van spruitjes. De uitdaging is groot. Niet alleen haar eigen kinderen moeten het lusten, ook dertigers van haar eigen generatie hebben het moeilijk met die ouderwetse wintergroenten. Zeg, carbonara lusten jullie, hè? Ja. Maar het is wel met spruiten en met kool. Oh, nee. Ik voel dat heel hard in mijn generatie. Ik vind dat heel jammer. Ik voel dat aan alles. Als vrienden komen eten en ik serveer iets van kolen, dat ze eerst
heel argwanend kijken en dat ze dat niet helemaal zien zitten. Maar een keer dat ze geproefd hebben van oh, dat kan ook op een andere manier of oh, je hebt er een pesto van gemaakt, dat ze dan toch zo zich daar toch voor openstellen. Ja. En het is niet duur? Nee, nee, het is allemaal of als je geluk hebt in de moestuin of in de buurt heel gemakkelijk te vinden en zeker niet duur. Dat is mooi meegenomen, want tomaten, paprika's en andere groenten uit Vlaamse serres zijn nu net heel duur, want schaars. Veel telers hebben gewacht met planten door de hoge energie- en arbeidskosten. Mochten die prijzen niet gestegen zijn, was het absoluut niet rendabel voor die teler om nog tomaten te telen. Maar in mei kunnen we ons verwachten aan een prijsverlaging. In mei kunnen we ons absoluut verwachten aan een prijsverlaging, omdat ik verwacht dat op dat moment de Vlaamse productie samen zal toenemen met de productie uit Zuid-Europa. En in afwachting daarvan is er bijvoorbeeld witte kool handig door de carbonara gedraaid. De jury krijgt het laatste woord. Hè? Heel lekker. Echt waar? Zeg je dat nu gewoon omdat mama erbij is? Nee, heel lekker. Sport dan, en eerst voetbal. In de Conference League heeft Anderlecht zich vanavond geplaatst voor de volgende ronde. Het schakelde na een zenuwslopende partij de Bulgaarse Ludogorets uit. Uiteindelijk beslisten strafschoppen over die kwalificatie. En daarin kroonde doelman Bart Verbrugge zich tot de absolute uitblinker door jawel elke Bulgaarse strafschop te stoppen. Anderlecht-eigenaar Mark Koeken kan wel wat goed nieuws gebruiken na alweer een turbulente week. Om door te stoten naar de volgende ronde moet Anderlecht winnen, want in Bulgarije verloor het met 1-0. Al snel ziet het er goed uit. Slimani met het schot. Daar is dat broodnodige eerste doelpunt. Met dank aan het Bulgaarse been waar de bal op afwijkt. Halfweg de tweede helft wenkt de kwalificatie. Slimani vindt Verscharen. En die maakt er 2-0 van. Anderlecht is virtueel geplaatst voor de volgende ronde. Maar lang duurt de vreugde niet. Want vrijwel meteen daarna verschalkt Thiago Verbrugge. 2-1 is ook de eindstand en dus komen er verlengingen. Maar daarin wordt er niet gescoord. Strafschoppen beslissen zo over de kwalificatie. Daarin is Bart Verbrugge de grote held. Hij stopt de eerste 3 strafschoppen van Ludogorets, terwijl Anderlecht foutloos is. Bij de derde strafschop kan Verscharen Anderlecht naar de volgende ronde trappen. En dat doet hij. Eindelijk nog eens feest bij Anderlecht. AA Gent speelt op dit moment nog voor een plaats in de volgende ronde van die Conference League. De tegenstander is daar Karabach uit Azerbeidzjan. De stand is er zo'n 10 minuten voor het einde 1-0. Omdat Gent de heenwedstrijd in Azerbeidzjan met dezelfde score verloor, zitten er nu dus verlengingen aan te komen. En nog 2 nachtjes slapen en dan is het zover. Het Vlaamse wielervoorjaar gaat dan helemaal los met de Omloop Het Nieuwsblad. De voorbije jaren waren alle ogen altijd gericht op Soudal Quickstep als het te kloppen team. Maar dit keer zijn ze, jawel, eerder de underdog. En toch, ze blijven strijdvaardig en willen maar wat graag het zwak voorjaar van vorig jaar zo snel als mogelijk uitwissen. Soudal Quickstep is geprikkeld na een tegenvallend voorjaar vorig seizoen. Met het DNA van de ploeg verwacht je meer en beter. Al is het wel niet meer de ploeg waar alles om draait in het Vlaamse werk. Andere ploegen hebben misschien ook wat meer geïnvesteerd in een voorjaarsploeg dan wij. Maar ik denk toch, als je de naam ziet waarmee we aan de start staan, dat we toch zeker een rol van betekenis moeten kunnen spelen. We zijn misschien niet meer de grote favoriet, maar misschien dat die underdog-positie ons ook wel kan liggen. Slagenhand is echt gevaarlijk, denk ik. En ik denk, oké, de anderen zijn misschien meer favoriet dan ons, dat mogen we niet ontkennen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet meespelen. Veel renners zijn zonder einde contract, dus ze moeten wel gebeten zijn. Soudal Quickstep zomaar opzij zetten is kortzichtig. Maar het wordt iets meer een stap in het duister. Ik denk dat iedereen het maximum gedaan heeft om beter aan de start te staan dit jaar. Je hebt natuurlijk ook altijd een dosis geluk nodig in dat soort wedstrijden. En ik ben ook benieuwd wat dit jaar gaat brengen. En zaterdagavond gaan we onmiddellijk veel meer weten. Het begon toen ik een kleuter was. 2 dikke vrienden in dezelfde klas. Het waren boezemvrienden, zij aan zij. En toen kwam ik er nog bij. Hey. De band gaat nooit stuk.
al heb je een ongeluk. Je ziet maar, we hebben elkaar. Ze krijgen het telkens weer voor elkaar. Hey! Ja, en op een vijf ontmoeten ze elkaar en toen kwam de band weer voor elkaar. Jawel, zo gaat de tekst verder, dat dacht ik. En al wie eind de 20 en begin de 30 is, die herkent dit natuurlijk meteen. Het nummer De Vriendschapsband van tienerband Xink. 20 jaar nadat ze dit nummer schreven en 14 jaar nadat ze ermee ophielden, treden ze vanavond opnieuw op. En daar hebben hun fans duidelijk naar uitgekeken. Want de Brusselse AB is maar liefst, jawel, 4 keer uitverkocht. Een band gaat nooit stuk, al heb je een ongeluk. Je ziet maar, ze hebben elkaar. Ze krijgen telkens weer voor elkaar. Met dit nummer gingen de jongens van Xink 20 jaar geleden naar het eerste Junior Eurosong Festival. Hun muzikale tienercarrière duurde 6 jaar. Maar na aandringen van een collega-muzikant staan ze er nu opnieuw. En de fans die zijn er ook weer bij. Ik denk dat nostalgie een belangrijke factor is. Ja, sowieso. Ja. Ik denk ook de vriendschapsband is natuurlijk redelijk belangrijk in ons oeuvre. Ook voor ons. En dat is wel, ik heb het gevoel dat dat een nummer van een generatie is of zo. En voor de rest kan ik er niet veel uitleg aan geven. Ik ben alleen dankbaar dat ze hier zijn vandaag. Xink maakte 2 albums, punkmuziek, gezongen en geschreven door tienerjongens. 20 jaar later spelen ze dezelfde nummers lichtjes aangepast. Maar aan de teksten hebben ze niks veranderd. Ja, de mensen komen ook voor een groot deel om de nummers te horen van vroeger. En als je dan teksten gaat aanpassen, dat is misschien niet zo ideaal. Maar we hebben wel qua toonhoogtes voor de... Ja, de Jonas is natuurlijk geen 13 meer. Dus we hebben de toonhoogtes wat verlaagd hier en daar. En we hebben elk nummer bezien dat dat gewoon er staat. Het spelplezier spat er nog steeds vanaf. Maar of ze echt opnieuw gaan beginnen, is niet zeker. Reden te meer voor de fans om er nu van te genieten. De vriendschapsband gaat dus echt nooit stuk, fijn was dat. Bon, ik heb nog het weer. Op veel plaatsen is het vandaag grijs gebleven. Enkel in het noordwesten waren er wat opklaringen. Vannacht worden de opklaringen wel breder. Plaatselijk is er kans op nevel en mist die kan aanvriezen. Morgen dan eerst periode met zon. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden. Met vooral over het noordoosten wat regen. En maxima dan rond 6 graden. En eindigen doe ik nog met een nieuwe uitvinding voor de montaars onder ons. Een Zweedse designer brengt de airbag jeans op de markt. De broek heeft zelfopblazende zakken in het zitvlak en rond de dijen. Bij een ongeval blazen die dus op, waardoor motorrijders beter worden beschermd. Veiligheid komt hier wel met een prijskaartje. 1 paar kost je zo'n €600. Zo, ik wens jullie vooral een veilige nacht nog. Slaap wel, droom goed straks en heel graag tot morgen. Zorg voor extra spanning in het wielervoorjaar en speel mee met Sporza Wielermanager. Stel jouw ideale ploeg samen en daag je vrienden uit.